Fijne vaderdag, pap. Ja, doe normaal, joh, gek. Doe normaal, joh, mafkees. Zie je die jongen daar rechts? Dat ben ik. Of, nou ja, dat was ik toen. Dit ben ik nu. Maar zoals je kan zien, was ik toen al een epische gamer. De beste moves kon ik en er was één iemand die mij dit altijd heeft uitgelegd. Mijn vader. En dit is mijn pa, Theo. Maar voor mij pa en nu voor jullie ook. Mijn vader en ik hebben een hele speciale band. Dit omdat mijn vader in mijn jeugd altijd thuis was in verband met de reuma die hij heeft. Daarom kon hij niet werken en was hij er dus altijd om samen met ons te spelen en leuke dingen mee te doen. Hey, mijn weer! Oeh, ja! Al vanaf dat ik me kan herinneren speelt mijn vader gitaar. En hij moest ook heel vaak een speciaal stukje voor mij spelen. Dit is een van de mooie stukken die hij altijd speelde. En waar ik altijd super vrolijk van werd en heel erg van kon genieten als kleine Barend. Maar mijn vader heeft al sinds hij gitaar speelt één droom. En dat is de Martin. De Martin is namelijk de top-of-the-line beste, mooiste gitaar die je als gitarist kan kopen. Eén probleempje. Deze gitaren zijn super duur. En voor mijn vader, met zijn situatie, was dat moeilijk te betalen. En daar ben ik. Ik werk natuurlijk gewoon naast het maken van de video's en het streamen. En ik heb de afgelopen tijd gewoon heel veel gezocht en heel hard mijn best gedaan om een Martin te vinden. En ook heel veel gespaard, zodat ik er eentje kon betalen voor mijn vader. Om zijn droom werkelijkheid te maken. Na maandenlang zoeken had ik eindelijk de Martin gevonden waarvan ik dacht, dit zou nog wel eens kunnen zijn. Ik ben namelijk onderweg nu naar een marktplaatsafspraak van mijn vaders droomgitaar. Die ga ik hopelijk kopen als het allemaal goed gaat komen. Morgen is het vaderdag en dan ga ik hem ook hopelijk dan geven. Eerst natuurlijk even testen en zo. Nu ben ik niet de grootste gitaarkenner. Dus dat wordt nog wat. Ik heb dankzij jullie genoeg kunnen sparen om dit cadeau te kopen voor mijn vader. Dus ik ben nu lekker onderweg. Het is inmiddels 9 uur 's ochtends of zo. Het is lekker vroeg. Ik weet niet hoe ik het een dag geheim moet gaan houden dat ik een gitaar in mijn auto heb, maar dat komt vast goed. Oké, dames en heren. Hij ligt in de auto. Zoals jullie kunnen zien, hij ligt daar. Het is een rip uit mijn lijf, maar het is het 100% waard. Ik heb hem gekocht. Ik heb niet de meeste verstand van gitaren en zo, maar toen ik hem aansloeg, begreep ik wel gelijk waarom mijn vader zo'n gitaar zo graag wilt. Omdat het is gewoon echt zo'n andere, bizarre, goede kwaliteit of zo. Ik weet niet eens hoe ik het moet uitleggen. Maar ik weet één ding wel zeker. En dat is dat ik mijn vader enorm blij ga maken. Degene waarvan ik hem heb overgekocht, die was er ook super zuinig op. Die had zelfs een luchtvochtigheidmeter. Omdat als het te vochtig is of te niet vochtig, deed hij hem zelf weer in zijn opbergbox. Zodat de vochtigheid goed bleef. Omdat dat ook invloed kan hebben op de gitaar. Dus dat is echt heel erg bizar. En ik had er gewoon een goed gevoel over. Dus ik heb hem gewoon gekocht. Nou, ik kan gewoon niet wachten tot morgen dat ik mijn vader hier blij mee kan maken. Dus morgenochtend, het eerste wat ik doe, is gewoon direct de gitaar geven aan mijn pa. Terwijl hij nu denkt dat ik op bij opnames zit van, ja, ik weet niet wat. Ik heb gezegd ja van vrienden. dat is wel grappig. Maar ik ga nu naar huis rijden en dan zie ik jullie morgenochtend. Ik ben heel benieuwd. Oké, goedemorgen. Ik heb het klaargelegd. Mijn vader ligt nog te lekker te slapen. We moeten dus nu wachten totdat hij er is voor zijn reactie. Ik heb er zoveel zin in. Ik ga hem denk ik gewoon even wakker maken of zo. Ja, jullie zien de reactie nu. Fijne vaderdag, pap. Ja, doe normaal, joh, gek. Doe normaal, joh, mafkees. Nee, hè? Ja, dat doe je nog niet, man. Moet ik met mijn duffe hoofd op de camera? Ja, je bent niet goed wijs, hoor, hè? Ik ben wel goed wijs. Ik durf het niet eens te openen. Wat is dit, jongens? Het is niet goed, Barend, joh. Oh, mijn hemel, ik durf het niet te openen, joh. Alleen aan de andere kant, toch? Ach, je toch. Dus speelt gek. Nee.
Dat verdien jij zo. Kom hier. Ik ben hartstikke blij, hoor. Wat een mooi ding, jongetje. Oh, je bent niet goed wijs, jij, hè? Oh. Iets moois gehad. Komt u baren? Zeg. Hoor je het nou? Ongelooflijk, hé. Oh, wat een prachtige gitaar, zeg. Ja, hè? Wat een prachtige gitaar, zeg. Fantastisch is dit. Alsjeblieft, pap. Voor Vaderdag. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik ga alleen maar gitaar spelen. Oh, een mooie koffer, hè? Oh, het is te gek, jongens. Je hebt hem net 5 minuten dicht zitten. Kijk dan, die koffer alleen al, wat groene. Kijk jongen, is dat mooi? Dit is hem. Wat een geluid. Is dit niet normaal?